Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Weinig bewolking, alleen in het zuiden komen nog wat wolkenvelden voor, maar die gaan ook op de meeste plaatsen wegtrekken. En Dat betekent dat we een zonnige ochtend tegemoet gaan, waarbij de temperaturen langzaam oplopen na een graadje vorst in het noorden van het land, uiteindelijk zo'n 4-5 graden in de loop van de ochtend met een stevige noordoostenwind dat wel en die maakt het voor het gevoel kouder. En de 8 tot 12 graden die vanmiddag op de thermometer staan voelen dan ook frisser aan. Maar het weerbeeld is prachtig. Het is zonovergoten met weinig bewolking en neerslag is dus ook niet aan de orde. In de avond klaart het verder op: de wolken zijn helemaal verdwenen. Een heldere avond en nacht. Met komende nacht ook wel weer een graadje vorst op sommige plaatsen. En dan is er morgen net even wat meer bewolking, vooral in de noordelijke helft van het land. Daar drijven af en toe wat wolkenvelden binnen. In het zuiden is het redelijk zonnig: 8 tot 10 graden, een magere temperaturen en nog altijd een stevige noordoostenwind die het voor het gevoel wat kouder maakt. Vrijdag gaat de temperatuur nog wat verder omlaag. Vrijdag en zaterdag, 7 graden misschien maar op de thermometers. Met hier en daar een enkele bui, mogelijk met een licht winterskarakter. Zondag is het weer droog en loopt de temperatuur weer wat op. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.